Ik ben Mingfang. Ik ga vandaag een fungi met diamantgas maken. Niet osgas, diamantgas. Voor fungi heb je natuurlijk eieren nodig. 5 stuks. Biologische eieren. Of dat uitmaakt, mag je zelf weten. Bamboesleertjes met winterbeen. Dat is prei, een stukje. Champignons en diamantgas. En saus, fungi saus. Als je wil weten hoe ik die fungi saus heb gemaakt, dan moet je naar een andere video gaan kijken. Daar heb ik hem uitgebreid uitgelegd voor je. Dus ik ga deze keer niet meer doen. Ik ga nu beginnen met vlees te voorbereiden. Ik doe een beetje in plakjes. Je moet niet te groot doen. Iets kleiner, want die moeten in de fungi zitten. Ik ga deze ook eerst in 2 snijden en dan klein stukjes van snijden. Ik ging naar de groothandel om osgas te halen. Want dat hoort eigenlijk normaal osgas te zijn. Maar die prijs is nu zo hoog. Ik dacht van, want je moet een stukje van 2 of 3 kilo nemen. En dat kost gewoon €42 per kilo. Hè? Dus voor zo'n stuk. En dan moet je nog heel veel weggooien. Toen dacht ik van, ik ga gewoon diamantgas halen. Ik maak dat. Ik laat jullie zien hoe dat moet. En dan, je mag zelf bepalen wat je wil gaan doen. Je kan natuurlijk ook die osgas gaan halen. Maar ik vind het voor mij een beetje duur. En nu ga ik de vlees marineren. Met zout, peper. Zout, peper. Een beetje vetching voor extra smaak. Rijstwijn. Kijk, zie je dat hier een rijstwijn in zit? Dan ga ik nu zo lang knijpen of kneden dat die rijstwijn in de vlees gaat. En dan stop ik pas. En dan ga ik nog wat aardappelzetmeel erbij doen. En olie. Nou, vlees is klaar. Dit moet je ongeveer een kwartiertje zo laten staan. En nou, ondertussen gaan we gewoon de ei kloppen. 1, 2. Ik heb hier een afvalbak, hè. Dat is niet zo dat ik op grond gooi. Kijk. En dan ga ik wat groenten erbij snijden. Waar is mijn mes? Oh. Champignon. In de ei. Een beetje prei. Een beetje sliertjes, beetje zout, beetje vetching, peper en dan kloppen. Olie is inmiddels al goed, dan ga ik de vlees erin doen. Omdat de temperatuur van olie al heel hoog is. En vlees erin doen. En dan is eigenlijk bijna in no time gewoon goed. Kunnen we al uithalen. Dit is diamantgas. Dit is ook een soort gaas. Dus hoef ook niet echt helemaal gaar te pakken. En dan de rest. Nou. Klaar is die olie. Dan ga ik nu even olie wegdoen.
Nu gaan we verder met deze pan. Gaan we ei bakken. Voor jonghei heb je eigenlijk meer olie nodig dan normaal. Want die ei neemt heel veel olie op. Nu maar even goed laten warm worden. Ik heb hier een stilpan op de vuur gezet. Ga ik nu de jonghei saus opwarmen. Die kun je in één keer heel veel maken en dan telkens opnieuw, niet opnieuw gebruiken. Beetje uithalen en gebruiken. Die kun je niet opnieuw gebruiken. Dat zal wel heel raar zijn. Nou, daar gaat die. Die blut het snel. Zo, nu ga ik vlees erbij doen. Doe toch maar alles erin. Dit wordt een grotere portie. Ja, voor eten koken moet je geduld hebben. Blut het goed, hè? Zo, aan de eind beetje rijstwijn. Beetje, hè? Gaan we nu mooi op een bord zetten. Mooi grote plak. Zoals het hoort. En dan natuurlijk saus eroverheen. Ik ga niet helemaal bedekken met saus. Dat is zonde van mijn mooie creatie. Dus ik doe de helft. Ik ben klaar. Helemaal klaar. Vul hij met diamantgas. Eet smakelijk. Tot de volgende keer. Dit, zo moet het eruit zien. Gewoon echt een massa eroverheen. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.